Het dak ging er dinsdagochtend af in Café De Meester. Familie en vrienden van Kjeld Nuis hadden zich in het dorpscafé in Zoeterwoude verzameld om te zien hoe de schaatser, die in Zoeterwoude opgroeide, een gouden medaille in de wacht sleepte op de 1500 meter van de Olympische Spelen. Ook de vader en moeder van held Kjeld zochten het café op. Ja, de weg ernaartoe was zo lastig, zo moeilijk. En concurrentie was heel dichtbij. Thomas Krol of Kjeld. Kjeld of Thomas Krol. Kjeld was de laatste twee keer beter. Heeft hem blijkbaar voldoende vertrouwen gegeven om het ook zo af te maken. Maar ik had veel meer verwacht van Ning en van Mantilla. En die waren er vandaag echt niet. Dus het is 1-2 Nederland. Dus fantastisch. Aan één kant kijk je naar zo'n dag uit en aan de andere kant denk je, ik hoop gewoon dat hij snel voorbij is. Het is gewoon killing. Maar goed, we zijn hier nu vanwege familieomstandigheden, dus ik denk, dan vind ik het leukst om hier te kijken. De meester is echt fantastisch. En ik hoop dat hij nog even belt, maar dat doet hij wel. Dat doet hij wel, ja. En dat deed hij. Direct na de prijsuitreiking werd er onder toezicht oog van de verzamelde pers kort contact gelegd met Nuis in China. Aan de gevel van het tijdelijke schaatscafé hangen de Nederlandse Olympische medailles. Aan vader Nuis de eer om die van zijn zoon toe te voegen. Schaatsfan en café-eigenaar Yvonne van der Geest is trots dat de familie Nuis de wedstrijd bij haar kwam kijken. Ik ben altijd onwijs vereerd als de familie hier komt kijken, want dat heb ik ook niet iedere dag over de vloer. Dus heel, heel leuk. En waarom elk Olympische Spelen weer een heel schaatscafé hier? Deze keer liet het zich raden. We zitten al 2 jaar in een vrij vervelende situatie voor een café. En wij dachten dat we met de persconferentie maar tot 5 uur als openingstijd zouden krijgen. Dus wij hadden zoiets van, dan gaan we weer volle bak op het schaatsen zitten. Want dat is in de ochtend en kunnen we nog misschien wat doen. En vervolgens pakt het qua openingstijden veel gunstiger uit. Maar het is ook gewoon onwijs leuk om met elkaar naar schaatsen te kijken. Want schaatspubliek, dat zijn mensen die voor de gezelligheid komen. En die heel veel respect hebben voor de sportieve prestaties van mensen. En dat zie je. Het hele café is stil en kijk mee en leef mee. En dat is onwijs gaaf om te doen op deze manier. Hier staat. Gracias.